Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag een Playmobil setje, een Playmobil special. Die is voor kinderen van 4 tot 10 jaar, nummer 4647 van Playmobil. En je kunt het al zien, het is een jongetje en die geeft een veulentje te eten. Er zit ook nog een emmer bij. En dan gaan we de achterkant eens even bekijken. Dit zit er allemaal bij, niet erg veel. Het is maar een klein setje. Hij is niet voor kinderen van 0 tot 3 jaar. En dan ga ik deze eens even openmaken en dan gaan we het dus wat beter bekijken. Hier hebben we nog een catalogus erbij zitten. En hier zie je de kleine jongen. Hij heeft een groene broek, een groen shirt en een geel jasje aan. Verder heeft hij nog bruine hoge schoenen aan. Hij heeft kort glad haar en dat is zwart haar. En dan kun je nog dit petje opzetten. Zo. Hij is klaar voor de boerderij, gewapend met zijn emmertje. En in de emmer doen we dan dit gras. Tenminste, ik weet niet of het gras is, maar iets groens. En dan zit er ook nog dit schattige veulentje bij. In het bruin. Hij heeft korte donkerbruine manen. En hij heeft een donkerbruine staart. Het veulen kan zijn kopje bewegen. En hij heeft hele lange dunne benen. Zoals veulens altijd hebben. Heel schattig. En deze twee in combinatie, hartstikke leuk en daar kun je leuke dingen mee spelen. Hoewel dit een heel klein setje is, vind ik toch wel dat er een heleboel mogelijkheden zijn. Ik vind het hartstikke leuk en jullie kunnen me laten weten in de reacties wat jullie vinden van deze special set van Playmobil. En ja, wat jullie van het veulentje vinden, laat dat dan maar weten in de reacties. En dat was het dan ook alweer voor vandaag. Bekijk ook onze andere video's. Als jullie Playmobil interessant vinden, daar hebben we al heel veel sets van laten zien. We hebben ook verhalen op ons kanaal, dus die kun je bekijken. En verder hebben we ook nog heel veel andere speelgoedvideo's. Dus als jullie dat interessant vinden, abonneer je op ons kanaal en dan ben je altijd op de hoogte. Dat was het dan voor vandaag. Doei!